meteen ter zake. We hebben een groot probleem in deze wijk en weinig tijd om het op te lossen. Ik hou deze speech maar één keer. Is er nog iemand anders thuis? Mooi! Ik hoorde de gezondheidsinspecteur zeggen dat er een zware uitbraak is van Yaki Futsikakkes in de buurtsupermarkt. Voedselvergiftiging. Oh ja, heel erg. De supermarkt is dicht, maar alle etenswaren die daar vandaan komen kunnen besmet zijn. De inspecteur is op vakantie en denkt dat het slechte nieuws wel kan wachten tot hij weer terug is. Ik zeg jullie, dat kan het niet. Kennen jullie de symptomen van voedselvergiftiging? Nee? Oké, eerst ga je zweten door oververhitting, dan bevries je bijna van de kou. Dan krampen de pijn in je maag, je ledematen verstijven, je duizelt. En uiteindelijk zie je vlekken en hoor je belletjes rinkelen. En dan... Maar ik ben al jaren labrat en daardoor immuun voor slecht voedsel. Dus laat me zien waar het eten wordt bewaard. Ik moet een paar testjes doen. Dank u. Goed, jullie hebben vast gezien dat er aan de buitenkant niks vreemds te zien is. Maar dat kan bedriegelijk zijn. Bedriegen mijn ogen me soms? Of voeren jullie twee nono's eerste klas voer aan een walgelijke straatrat? Hoho, walgelijke straatrat? Ik omschrijf mezelf veel liever als een bezorgde vriend met belangrijke connecties bij de voedselinspectie. Ik had me nergens mee hoeven te bemoeien, maar ik wil natuurlijk niet dat wildvreemden een voedselvergiftiging oplopen. Ben je bekend met de symptomen? Eerst begin je tropisch te zweten. Dan bevries je van de kou. Dan de maagkrampen. Je verstijft, duizelt. En tegen de tijd dat je vlekken ziet en belletjes hoort rinkelen, is het te laat. Je bent er geweest. En wat kunnen we er tegen doen? Fijn dat je het vraagt. Terwijl ik hier doorga het eten te testen, ga jij op wacht staan in de voortuin en blaft als je baasje thuiskomt, zodat ik mijn onderzoek kan afronden. Is dat een plan? Absoluut, meneer Rat. Het is wat vervelend, maar de onzuiverheden van de Yakifutsi-kakkers vereisen dat ik ze uitzweet in een warm bubbelbad. Perfect. Wat doe jij daar nou, schoothond? Doe je auditie als standbeeld? Ga weg, kat. Ik verricht belangrijk werk. Het ruikt alsof de keuken open is. En niemand is thuis, behalve Tom en Jerry. Ik vertel je helemaal niks. Wegwezen! Oké, ik ga al, jongen. Oelala. Oh ja, dat bad. Precies wat ik nodig had. Ik kan weer doorgaan met testen. Hallo Tom, Jerry, Frankie. Lekker bezig. Man, de voedselvergiftigingsroutine alweer. Het grappige is, ik liep zojuist nog langs de supermarkt en hij is niet dicht. Kies jullie wapens, jongens. Ho, 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 niet zo haastig.